De schriftlezing vindt u in Galaten 3 en 4. We beginnen bij Galaten 3 vers 19 en we lezen tot hoofdstuk 4 vers 19. Galaten 3, te beginnen bij vers 19. Daar vraagt Paulus: waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was, en zij is door engel in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, omdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, omdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets meer van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald, zo waren ook wij. Toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaaf onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginsel die u weer van voren af aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd. Maar ontving u mij als een engel van God. Ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan een vijand, uw vijand geworden, door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren.
Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed. En niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben. Totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken. Want ik ben in twijfel over u. Amen. De tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 4, de versen 3 tot en met 5. Hoofdstuk 4, vers 3. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Tot zover. Gemeente 5 mei 2024, 79 jaar geleden, werd ons land bevrijd na 5 jaar onderdrukking door Nazi-Duitsland. Tussen de 102.000 en 107.000, we weten het niet precies, Joden, Nederlandse Joden, werden in de gaskamers van Nazi-Duitsland om het leven gebracht. En dit is na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog elk jaar reden geweest om deze Joodse, maar ook te vele andere oorlogsslachtoffers te gedenken. En vanwege de oorlog die er op dit moment gaande is tussen Israël en Hamas, na bijna 80 jaar van vrijheid, worden, en we zijn er allemaal getuigen van, Joden opnieuw het slachtoffer van haat en discriminatie. Meer dan 1200 Joden werden afgeslacht op één dag, de meest gruwelijke wijze. En dat heeft in de wereld een golf van haat teweeggebracht. Allereerst was er ontzetting over dat dit de Joden nog kon overkomen. Nu zijn de rollen volledig omgekeerd. De hele wereld heeft zich tegen het Joodse volk gekeerd, lijkt het wel. En zeker ook in ons land, waar de kreten tot vernietiging van het Joodse volk gewoon luid op straat kunnen worden geroepen zonder dat dat ook maar enige consequentie heeft. Joodse scholen moeten bewaakt worden, Joodse instellingen moeten bewaakt worden. En het antisemitisme heeft zich laten gelden gisteren op een wijze die wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Waar normaal 20.000 mensen vrijelijk naar de Dam konden om wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog te gedenken onder het motto dat nooit meer. U hebt het waarschijnlijk zelf gezien. Nauwelijks 4.000 mensen. Dat wil dus zeggen dat 16.000 mensen niet naar de Dam durfden komen of niet naar de Dam mochten komen, want uiteindelijk mochten er onder dreiging van discriminatie, van aanslagen, 10.000 mensen komen. Moesten zich laten registreren. Registreren, ook weer zoiets, had ons aan de oorlog doet denken. En dan vraag je je af, waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit naartoe? Helaas, en ik zeg het met spijt in mijn hart, treedt onze overheid op een wijze die weinig gezag uitstraalt. Maar dat heeft ook alles te maken met wat er gaande is in onze samenleving. Voor onze Joodse medeburgers is er in onze samenleving geen sprake meer van vrijheid zoals wij dat nog genieten. Maar die vrijheid van ons wordt ook steeds meer beperkt. En je ziet het overal om je heen gebeuren. Wij worden overal gezien
We worden overal geregistreerd. En dit is geen complottheorie die ik ophang. Maar kijkt u maar buiten, of je naar een tankstation gaat of naar een winkel. Overal word je bespioneerd. En zolang die overheid nog het goede met u en mij voor heeft. Nou ja, dan denken we, laat maar. Maar ook daar zijn we niet zeker van. Ook dat kan zomaar omslaan. En daarom, er is er maar één die ware vrijheid kan schenken. En daar gaan we vanmorgen het ook over hebben. Dat is de Heere God. Maar wel geplaatst in het teken van de situatie waarin we ons op dit moment bevinden. Want als we dit zo even opmerken tegenover elkaar, dan bekruipt je toch het gevoel, heeft die vrijheid van 1945 ons wel werkelijk vrijheid gebracht? Zeker, we zijn gelukkig bevrijd van die Duitse bezetter en wij zijn nog steeds vrij van oorlog, maar ondertussen, en dat maken we ook mee, zijn wij ja, toch al nauw betrokken in een oorlog die 2 jaar woedt. Ik weet nog heel goed, toen die oorlog net begon, nou ja, wij hielden onze handen er vanaf, hoewel we er niks mee te maken hebben. Met veel pijn werden er wat helmen gegeven en wat dekens en zo. Maar nu gaan de straaljagers naartoe en tanks. We hadden niet eens tanks, die gingen we bij elders kopen om zo als wapenleverancier aan Oekraïne onze weg te gaan in deze oorlog. Waardoor we dus heel nauw betrokken zijn geraakt door dat conflict. Maar gelukkig is het nog bij ons buiten de grenzen. En genieten wij hier grondrechten als vrijheid van godsdienst? Kijk eens al. We zitten hier en niemand legt ons ook nog maar een strobreed in de weg, godzijdank. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van vereniging en vergadering. En toch stel ik weer de vraag, zijn wij werkelijk vrij? Of zijn wij soms slaven van onze vrijheid geworden? We zijn zo vrij. Dat noem ik de vrijheid van de tolerantie. En de vrijheid van de losbandigheid. Vrij om ongeboren leven te vernietigen. Vrij om zelf een einde aan je leven te maken. Geen enkel probleem. Vrij om je identiteit te laten veranderen. Je mag wezen die je bent. Ja, dat is toch vanzelf, je bent man of vrouw. Nee. Je bent vrij om te wezen wie je zelf voelt. Dat is heel wat anders. Vrij, en dat hebben we gisteren gezien, om onder dreiging van Palestijnse activisten, vrij om zo'n gebeurtenis waar jaar op jaar 20.000 mensen komen om de oorlog te gedenken. De gruwelen die tegen het Joodse volk zijn bedreven te gedenken, met name. Zo vrij dat er 10.000 mensen zo worden buitengesloten. Zo vrij dat er 6.000 niet meer durven komen. En dan is er een enkeling misschien niet door de regen gekomen. Maar daar heeft niemand zich ooit voor laten weghouden, voor zover ik dat weet. Vrij in de seksuele moraal. Alles moet kunnen. Alles moet mogen. Hoe diep is de leus van de Franse revolutie doorgedrongen in onze maatschappij? Ni Dieu et ni maître. Geen God en geen meester. En dan spreekt apostel Paulus in Galaten 3 en 4 ook over vrijheid en over dienstbaarheid. En dan staat er voor het woordje dienstbaarheid letterlijk in het Grieks slavernij. Nou, gelukkig kennen wij slavernij sinds 1872 al niet meer in ons land. Maar in de tijd van Paulus was slavendienst een algemeen geaccepteerd en alledaags gebeuren. Ik was net toen we de wet aan het lezen waren
dacht ik daar nog aan. Ik denk, ja, je zult geen slaaf van een ander begeren. Je zult geen slavin van een ander begeren. Men wist in die tijd niet anders. En het kenmerkende van de slavendienst was dat de slaaf geen baas was over zichzelf, maar zijn heer en meester beschikte helemaal over hem of over haar. In de verse 1 tot en met 3 schrijft Paulus over het slavenleven. Namelijk het slavenleven dat de Galatiërs in hun eertijds, dat is voordat ze het in het geloof, tot het geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, hebben geleid. Die Galaten, dat waren Kelten, pure heidenen. En die woonden in de Romeinse provincie Galatië. Gelegen in het huidige Turkije, om even de positie te bepalen van deze Galatiërs. En die waren door de prediking van Paulus tijdens zijn zendingsreizen tot geloof en bekering gekomen. En ze hebben de Heer Jezus Christus lief gekregen. En nu vergelijkt Paulus dat heidense leven van vroeger met het leven van een kind dat niets te vertellen heeft. We zouden zeggen, het is een soort gelijkenis. En in die gelijkenis is de vader van dit kind een vermogend man. En de opvoeding werd niet door ouders verricht in die tijd, maar door voogden en verzorgers. En in de Griekse taal is die voogd een econoom, een huisverzorger. Wij kennen dat woord ook wel econoom, wij gebruiken dat over degene die, zeg maar, over geld en handel de leiding hebben. Samen met die verzorgers bepaalt dan die econoom wat goed is voor dat kind. En hoewel dat kind dus de wettige erfgenaam is van die vader, dus wel een belangrijk persoon, wordt hij opgevoed door anderen en heeft hij niks te vertellen. Wordt hij als slaaf behandeld. En dat gebeurt ook met geestelijke dwang en lichamelijke dwang. Dat ging er vroeger natuurlijk ook al anders aan toe als tegenwoordig. En zo verschilde dat kind in zijn of haar opvoeding in niets van een slaaf. Ook al was dat kind een kind van rijke ouders. En dan vat Paulus deze woorden nog eens samen van dat wat hij al gezegd heeft in dat vorige hoofdstuk, Galaten 3, waarvan we ook een gedeelte hebben gelezen. En in Galaten 3 spreekt Paulus over een pedagoog, een leermeester, een opvoeder. En daarmee vergelijkt hij het tijdperk van die Galatiërs voor van de wet, voor de komst van Jezus Christus. Hij zegt, voor die tijd dat Jezus Christus gekomen is, leefden wij allen onder de wet. Leefden wij, Paulus sluit er zichzelf bij in en deze brief is ook aan ons gericht. Dus voordat de Heer Jezus Christus kwam in ons leven, voordat wij tot het geloof in de Heer Jezus kwamen, en dat hebben we ons dan af te vragen als we dit horen, is dat ook werkelijk zo? Mogen wij met ons hart geloven in de Heer Jezus Christus? Hebben we hem lief gekregen omdat hij ons eerst heeft lief gehad? Zijn we met onze zonden en schuld bij hem terechtgekomen? Mogen wij weten van de vergeving van zonden? Is de gerechtigheid van Christus ons deel geworden? Nou, als dat niet het geval is, dan leven wij nog onder de slavernij van de wet. En die wet, dat weet u, die kan ons niet zalig maken. Want oh, als wij die wet horen lezen en je legt je eigen leven ernaast, God lief te hebben boven alles, en je naast als jezelf, waar moet je blijven, zeg? Heren, waar dan heen tot u alleen? Er is maar één weg om rechtvaardig voor God te zijn, en dat is het geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor de gerechtigheid van Christus mij toegerekend wordt. Luther noemt dat een zalige ruil, die zegt dan, neemt Jezus mijn zonde op zich en ik krijg van hem zijn gerechtigheid. En alleen de gerechtigheid van Christus redt ons van de dood.
Dat is in het kort het evangelie. In notendop aan u verteld. Want de Heilige Schrift zegt, er is niemand die goed doet. Nog niet tot één toe. En totdat wij in het geloof, tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn, kwam aan de slavernij een einde. En dan staat er zo mooi in hoofdstuk 3, vers 26 en 28, en ik lees het nu in de herziene Statenvertaling. Hoofdstuk 3, vers 26, want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Jezus Christus. Staat er duidelijk bij, hè? En dan in vers 28, en daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrij. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Zijn er maar twee soorten mensen voor God, hè? Man en vrouw schiep hij. Want allen, zegt hij dan, bent u één in Christus Jezus. Wat heerlijk dat we zulke woorden van God hebben gekregen. Ik zou aan zeggen, een kind kan het begrijpen. Maar wat heerlijk als we het met ons hart mogen verstaan. Kind van God te zijn en een erfgenaam van het eeuwige leven. Die wet, die bedoelde alleen maar op te voeden tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar wat is er nu gebeurd? Nou, die gelaten zijn dus inderdaad door de prediking van Paulus tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. En zijn dus gesteld in de vrijheid van de kinderen Gods. Ze zijn erfgenamen geworden van het eeuwig leven. Kinderen van Abraham geworden. Ook al waren ze geen Joden. Maar wat blijkt nu? De gemeente van de gelaten blijkt vervallen te zijn in het zoeken van hun rechtvaardigheid door de werken van de wet. Paulus neemt daar kennis van, hij hoort dat. Hij is niet in Galatië, hij is ergens anders. En dan hoort hij dit. En dan moet je eens kijken wat hij dan uitroept in Galaten 3, het eerste vers. En ook het derde vers, kijk maar in je Bijbel. O, zegt hij, dwaze gelaten. Wie heeft u betoverd? Om de waarheid niet te gehoorzamen. U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd. Alsof hij onder u gekruisigd was. Zo heeft hij Christus gepreekt. Alsof hij voor hun ogen gekruisigd is geworden. En wat is er gebeurd? Ze hebben hun ogen gericht op het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is gebeurd. Geweldig. Kinderen Gods geworden. Erfgenamen van het eeuwige leven. En nu, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de Heilige Geest ontvangen uit de werken van de wet? Of uit de prediking van het geloof? Nou, zeg het maar, gemeente van Krabbedijk, hoe is het gekomen? Ben je tot geloof gekomen door de prediking van de wet? Of door de prediking van het geloof in de Heer Jezus Christus? In vers 3. Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent? Gaat u nu eindigen met het vlees? Hij noemt het gewoon puur vlees. Als je denkt dat je door het goed doen zalig kan worden. Dat je voor God kunt bestaan. Dan ben je een dwaas. Uitzinnig staat er in de oude vertaling. Wat een bittere ervaring is dit voor Paulus geweest om dit te horen. Hij heeft zijn Christus voor de ogen geschilderd. Dat hij onder hen is gekruisigd is geworden. En hij weet ook hoe ze de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest hebben mogen omhelzen. Als hun zaligmaker. Maar nou zijn ze betoverd door de, ja,
de kunstgrepen en de leugens van valse leraars. En dan zijn ze inmiddels zo verleid geworden door die valse prediking, dat ze helemaal het spoor bijster zijn geraakt. Ze zijn de waarheid niet langer meer gehoorzaam, maar ze geloven dus in de leugen, dat ze door de werken der wet gerechtvaardigd worden voor God. Dwaze, dwaze, dwaze mensen. Ja, dan kunnen we wel zeggen dwaas, 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 maar wat is het toch een moeilijke les om te leren, ook in het leven van een kind van God, dat wij niet door de werken der wet gerechtvaardigd worden, maar alleen door het zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, de Jezus Christus. Hoe gemakkelijk zitten we er ook niet met ons vrome vlees tussen. Vergeef me dat ik het zo zeg. Want dat zien we in de hele breedte van de kerk terug. Hoe gemakkelijk zijn we tevreden met ons doen en laten. We kennen allemaal de gelijkenis van de fariseer. Die stond te bidden in de tempel. Heere, ik dank u dat ik niet zo ben als andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of, zoals deze tollenaar, die stond daar ook in de tempel te bidden. Ik vast 2 maal per week, zegt de fariseer. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, herkenbaar, hè? Zolang wij nooit gezien hebben dat wij met al ons gedoe niet voor God kunnen bestaan, ook al is het nog zo vroom, dan zie je beeld hierin getekend. En Jezus heeft deze gelijkenis verteld. Die wist waar hij het over had. Die zag dat ook iedere dag gebeuren. En als de Heer Jezus Christus verhoogd is geworden, dan schrijft hij een brief uit de hemel naar de voorganger van de gemeente van Laodicea. En daar hebben ze het ook zo goed met zichzelf getroffen, maar Jezus staat buiten de deur van de gemeente. Dat is wat, dan denk je dat je een geweldige gemeente hebt. En Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jullie zijn rijk en verrijkt, zegt hij. En je hebt nergens gebrek aan. Maar jullie weten niet dat je arm bent en dat je blind bent en dat je naakt bent. Dat is wat. Ze weten het niet. Ze denken dat het allemaal geweldig gaat in de gemeente. Nou, ik vraag het dan maar heel persoonlijk. Staat de Heer Jezus Christus nou buiten de deur van ons hart? Of is Hij in ons hart gekomen? Ik ken dat mooie lied wel, hè? Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom in mijn hart, Heer Jezus. En dan ook blijf in mijn hart. Blijf in mijn hart. Blijf in mijn hart. Heer Jezus. Die Saulus van Tarsus, Paulus hier, die brief geschreven heeft, die weet heel goed waar hij het over heeft. Want hij was precies hetzelfde namelijk. Als er één was die het voor zijn kennis van Christus goed getroffen had met zichzelf, was het hij wel, een echte Jood. Een Hebreeër uit de Hebreeën, grootgebracht onder de zuivere leer van Gamaliel, naar de ijveren fariseer, naar de wet onberispelijk. Maar, zegt hij dan, ik heb het alles schade en vuilnis leren achten om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Kijk, en als je uit die achtergrond mag spreken, dat je dat mag zeggen, het alles wat van mij was, is schade en vuilnis. Hoe kun je dan ooit van zijn leven daar weer naar teruggrijpen? Om te denken voor God te kunnen bestaan. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Nou, u begrijpt wel dat dit
Paulus door het hart snijdt. O, de waarzen gelaten. Wie heeft jullie betoverd? Weet je wat hij in hoofdstuk 5 zegt? Christus is u ijdel geworden. Leeg geworden. Die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Je bent van de genade vervallen. Het gaat niet meer bij jullie om uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet dat u het is Gods gave. Nee. Jullie kunnen het zelf weer voor elkaar brengen. Leeg zijn jullie. Leeg van Christus. Terwijl ze vol van Christus geweest zijn. Nou, met deze droevige boodschap in het hart gaat Paulus in hoofdstuk 4 nog eens uitleggen tot wat voor slavernij dat ze vervallen zijn door die gelijkenis van dat kind dat ik u net al heb gezegd. En dan betrekt Paulus zich er ook in, hè? Want hij weet natuurlijk waar hij het over hebt, dat hebben we zojuist al gehoord. Paulus zegt, wij waren ook toen dienstbaar gemaakt aan de eerste beginselen van de wereld. Wat betekent dat? Dat betekent aan de oerkrachten. De elementen van de wereld. En dat weet u ook wel. Alle heidenen. Van vroege tijden en van nu. Die nog nooit van Jezus en van de hemelse Vader gehoord hebben. Al die heidenen. De godsdienst van die mensen wordt altijd beheerst door die eerste beginsel. Door die oerkrachten van vuur, zon, wind en water. De goden van de zee, de goden van de zon, de goden van de maan. U kent het allemaal. Die bepalen de heidense cultuur. Toen... En nu? Ja. En dan ga ik toch eens even naar de situatie nu in ons land. Wij moeten maar goed beseffen dat wij gewoon weer in het moderne heidendom leven. Nog maar een paar procent van onze hele samenleving. Denk min of meer zoals u, jij en ik. En dan moet je toch ook nog niet denken dat je hier samen naar de kerk gaat en je elkaar haast niet kent of ziet. En dan gaan we er toch vanuit dat we wat dat betreft dan bij elkaar horen. Tot die paar procent van de hele samenleving. En in plaats daarvan... is die samenleving die totaal van God vervreemd is. Weer helemaal terugvervallen op de eerste beginselen van de wereld. Op de oerkrachten. Die hele klimaatgekte. Waar gaat het om? Dat gaat om de zon. Dat gaat om het water. Dat gaat om de wind. In die wereld leven wij. En dat gaat niet alleen, komt niet alleen bij ons vandaan, want de grote machthebbers van de wereld, die trekken aan de touwtjes, die maken klimaatakkoorden. En in 2050, dan hebben we alles voor elkaar. De maakbaarheid van de schepping. De oerzonde steekt weer de kop op, de mens wil als God zijn. En hij maakt van moeder aarde een godin. Waarvoor hij heel lief en goed moet zorgen. Nou, wij moeten voor de schepping zorgen. Maar u ziet wel hoe dat er weer toe gaat, hè? De boeren bij Schiphol, die moesten hun boerderijtjes verkopen, minder CO2. En de KLM gaat met de rechten. Mogen ze weer meer vliegen? Het is ongelooflijk. Dat zijn geen complottheorieën, dat kun je iedere dag lezen, die waanzin. Het klimaat is voor velen God geworden.
En dan mag alles. Wat denk je van die Extension Rebellen? Die gaan gewoon op een autoweg zitten. En die leggen het autoverkeer gewoon lam. Voor uren. En voordat ze die lui van de Rijksweg hebben weggesleept. Ja, dit is toch te gek van woorden. Als je er goed over nadenkt. En van wie is die schepping? Nou, dat is de Heere God zelf, hè. Ik heb Psalm 148 opgezocht. Kijk, daar word ik nou blij van, weet je. Als ik dat lees. Nou, dan gaat hij hoor. Loof de Heere vanuit de hemel. Nou, u moet maar eens. Hebben u bij die klimaatgekte mensen horen spreken die over de Heere God spraken? Nee, 2050. Nou, de Heere zegt dit. En dat gaat door het oordeel heen, want als u de openbaring leest, dan ziet u wat de aarde nog te wachten staat aan rampen. Dat is allemaal voorzegd, hè? Maar hij zegt er dit bij. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Zullen we dat goed in onze oren knopen? Daar kunnen we beter mee uit de voeten als met GroenLinks. Luister maar. Loof de Heere vanuit de hemel. Loof hem in de hoogste plaats. Dus al de mensen die in de hemel zijn, die worden ook nog opgeroepen om God te eren en te loven, samen met de engelen. Luister maar, loof hem als zijn engelen. Loof hem als zijn legermachten, dat zijn de machten van de engelen. Loof hem zon en maan. Loof hem alle lichtende sterren. Loof hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten ze de naam van de Heere loven. Want toen hij het gebood, werden ze geschapen. Moet je eens vragen aan die wetenschappers die dat klimaat allemaal weten te duiden. Die beginnen bij een oerknal. En alles wat er daarna gebeurt is volkomen toevallig. Daar heeft toch een geloof voor nodig? En de Heere vraagt u en jou en mij alleen maar om op de Heer Jezus te zien. Van wie geschreven staat dat er niets is gemaakt dat niet door hem gemaakt is. En hier zie ik het staan. Toen hij het gebood, werden ze geschapen. Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Dus alles gaat naar de ordening van God. Geen van hen zal ze overtreden. Loof de Heere vanaf de aarde. Zeemonsters en alle diepe wateren, vuur, hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet. Berg en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders, wilde dieren, alle vee, kruipende dieren, gevleugelde vogels, koningen van de aarde, alle volken, vorsten, alle rechters op aarde. Dus ook de Raad van State. Jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren, samen laten ze de Heere loven. Want zijn naam alleen is hoog verheven.
Zij majesteit wel zich over aarde en hemel. Prachtig, hè? Nou. Wat een woord voor ons allemaal. En laten we nu die Heere de eer geven. En laten we ons niet gek maken door wetenschappers. Maar we gaan terug naar Paulus. In vers 3 spreekt hij over wij. Daar schaart hij dus niet alleen de heidenen onder, maar ook de Joden en zichzelf. Die dienstbaar waren, zo schetst hij het dus, aan die eerste beginselen. En dan is ook het dienen van de wet voor hem een eerste beginsel. In die zin veegt hij dat heidendom die de oerkrachten vereren en zij die door de wet denken zalig te worden op één hoop. Maar dan komt nu de grote tegenstelling in vers 4. Ik ga het hieruit lezen. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om hem die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dit is bevrijdingsdag in optima forma. Heerlijker en rijker kan het ons niet gezegd worden. Tegenover die eerste beginselen, nou dat weten we nu, dat zijn de oerkrachten, zon, water, wind enzovoorts. Maar, dat is de tegenstelling, wanneer de volheid van de tijd gekomen is, dat staat dus tegenover de eerste beginselen. Tot de komst van de Heer Jezus heeft God, laat ik het zomaar zeggen, al dat gedoe van de mens gade geslagen. En dat ziet hij nu natuurlijk ook weer aan, hoe dat allemaal gaat. We pompen onze Noordzee vol met windmolens. En die zijn over 30 jaar weer helemaal verroest. En nou, dan kun je weer opnieuw beginnen. Maar nu is het tijd voor de vrijheid. De vrijheid van de kinderen van God. En dan staat er dat God zijn zoon uitgezonden heeft. Echt met een missie. Weggezonden. Zijn lieve zoon die bij hem was van eeuwigheid. Die heeft hij in de menselijke gedaante naar deze aarde gebracht. Naar deze aarde die zo blijkt natuurlijk vol slavernij was. De oerkrachten werden wereldwijd gediend. En onder de Joden viel men ook daaronder. Althans de meesten die niet geloofden in de Messias. Die komen zou alleen maar de wet tot hun meester hadden. Die worden hier onder die eerste beginselen der wereld geschakeld, gelijk geschakeld met de heidenen. En dan zien we hoe hier de aandacht gevraagd wordt voor dat nieuw geboren kind. Dat kind dat eerst voor de Jood is geboren, maar ook voor ons. Hij is gegeven aan een wereld. Zo lief had God de wereld dat hij zijn kind heeft gegeven. Maar eerst de Jood, want eerst die Joodse herders, die zijn in de nacht bezig met hun schapen te hoeden. En dan, ja, dan krijgen ze de bericht dat de zaligmaker is geboren, Jezus, in de stad van David. En die haasten zich naar dat kind. Maar we weten dat er ook nog heidenen komen. De wijzen uit het oosten. Je hebt een paar duizend kilometer gereisd. En die komen naar Jeruzalem. Ja, maar is koning geboren. Ja, zegt de schriftgeleerde, volgens de schrift is dat in Bethlehem. O, gij Bethlehem Juda, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Daar moeten jullie zijn, maar ze blijven zelf thuis. Zal dan de wet genoeg? Hadden de Heer Jezus niet nodig? De eerste beginselen zie je dan ook bij het Jodendom. En je ziet ook hoe dan die wijzen, die eerste beginselen, waren notabene sterrenkijkers, hè? De eerste beginselen loslaten om naar dat kind te gaan.
en het geschenk te brengen en het te aanbidden. Hij is geworden uit een vrouw. Hij is mens geworden, net zoals u en ik. Omdat wij gezondigd hebben als mensen, moest hij mens worden om die zonde weg te nemen. En Jezus heeft zijn eigen moeder gekozen. Wij zijn geboren uit een moeder die we niet zelf gekozen hebben. Maar Jezus zocht zijn eigen moeder uit samen met zijn vader. Wonderlijk, hè? Hij is verwekt door de Heilige Geest. En vandaar dat het een zondeloos kind was dat naar deze aarde kwam. Nooit geen zonde gehad of gedaan. En die koning nu is ons gegeven. En hoe vaak hebben we hem nou horen preken? En nou wil hij maar één ding en dat is koning zijn over u en jouw leven. Om ons van de slavernij van de zonde te bevrijden. Daar is hij voor gekomen. Want dat dienen van de zonde, dit is toch een slavendienst. Dat merk je, hè, dat je jezelf niet onder controle hebt als het over bepaalde dingen gaat. En dan denk je soms wel eens, nou gebeurt het niet meer en dan gebeurt het toch weer. En nog een keer en weer. En tenslotte geef je de moed maar op. En misschien houd je dat wel bij Jezus vandaan. Dat je denkt, oh nee, dat kan nooit. Dat hij om mij zou geven. Nou, dan mag ik je vertellen dat dat één grote leugen is van Satan. Want die vindt het heerlijk als hij in jouw leven zijn satanische streken kan volbrengen. En een van de voornaamste opdrachten van Satan is om je vooral bij Jezus weg te houden. Maar dat gaan we vanmorgen niet doen. We gaan bij wijze van spreken al degenen die nog voor eigen rekening leven met deze woorden. Proberen om al die weerstanden die er leven tegen de Zoon van God die niet gekomen is om ons te verderven maar om ons te behouden. Bij hem te krijgen. Want zo betaamt het u, jou en mij om gebruik te maken van de diensten die door hem worden aangeboden. Hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan wordt hij, zoals we dat geprobeerd hebben nu te schilderen vanuit de kribbe, u ook nog voorgesteld voor die lijdende borg en zaligmaker aan het kruis van Golgotha. Zo ver is die liefde tot zondaren gegaan, dat hij echt zijn leven te veroveren had. Zo zingen we het ook, zo lief had hij zondaars, dat hij voor een stierf genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Kijk, hij deed wat hij preekte. Hè? Nou, vele politici, die doen niet wat ze preken. Dat weet u ook wel. Hij leidt een heel ander leven als dat ze zogenaamd zeggen voor te staan. Maar het is bevrijdingsdag. En de werkelijke bevrijding is daar. Waar we op Jezus zien. We hebben Psalm 124 gezongen. Zo wordt dat ook beleefd. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Die strik waar we misschien ons leven lang door vastgehouden werden. En dan nu te mogen horen. Dat er alleen in Christus Jezus die vrijheid is, die waarlijk vrij maakt. Hè? En als wij in Christus zijn, zegt Paulus, dan zijn we vrijgemaakt. Omringd me hebben we gezongen, daar gij mij in de ruimte stelt, met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Gemeente, wij gaan naar het einde van de preek. Dit is een preek die ik niet, normaal eigenlijk nooit hou, zo. Dat kan ik gerust zeggen. Maar door al de omstandigheden ben ik er toe gekomen. Laat maar zeggen dat het een soort tijdrede is geweest. Maar ik wil niet
dat we met omstandigheden van de tijd naar huis gaan. Ik wil dat we met Jezus naar huis gaan. Want dat is mijn taak. Wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat je met God verzoenen. En dat is waar het om ging in de prediking van morgen. Hij heeft vanmorgen ook laten merken dat hij om je geeft. Er is een lied in de bundel van Johan de Heer. Lied 497, het is een van mijn lievelingsliederen uit die bundel. Daarvan is het refrein zo. En dat is het wonder ook van mijn leven. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Amen.